Ik ben Corné. Ik werk hier in de dierverzorging. Ik werk zelf in de dieetkeuken. Daar gaan we straks eens eerst kijken. En daarna gaan we gewoon naar een paar dierverblijven. Even kijken, vertellen we wat. Kunnen jullie wat vragen stellen? En dat allemaal. En we hebben vanavond ook een vrijwilliger. Dat is er even voorstellen. Ik ben Rob. Ik ben een van de vrijwilligers. We zijn een soort. We zijn gast hier in Gastruimpark. We hebben geleden de groep. In principe Corné leidt de boel. Die vertelt alles wat hij weet wil. Hebben jullie vragen aan mij die mij aangaan? Altijd welkom. Maar in principe doet Corné die doet de rondleiding. Top. Wachten we even op mijn collega totdat hij naar buiten is. Als hij naar buiten is, dan gaan we ook beginnen. Dit is de keuken. Hier maken wij echt al het voer voor alle dieren in het park. Wij werken hier met 3 mensen. We beginnen 's morgens om 7 uur. De dierverzorging begint om 7:30. Wij beginnen een half uur eerder om speling te hebben. Wij gaan met het karretje wat daar staat, daar brengen wij het voer naar alle afdelingen toe. Wij maken het voer, we brengen het rond. Wij voeren zelf niks. Wij zetten het echt bij de dierverblijven binnen. En dan de afwas nemen wij mee terug. We hebben aan de andere kant hebben we een vaatwasser staan. Dan kunnen we gewoon bakken, deze bakken allemaal, op een rekje doen, doorschuiven en het komt er schoon weer uit. Dus dat is ideaal hier. We hebben hier ook hele korte looproutes, we hebben overal deuren zitten. Want als het schoon is, het komt aan de achterkant schoon eruit, kunnen we het gelijk hier weer neerzetten. Dus dat is allemaal mooi, efficiënt en snel. Wij werken hier met computers. We hebben gewoon 2 computers, een vegetarische kant en een vleeskant. En we hebben een eigen diëtist in dienst. Die stelt alle menus samen voor de dieren. Stel, er komt een nieuw dier, dan krijgt hij een menu mee van het oude park. En dan kan onze diëtist kan denken van, hey, is het goed voor het dier of moet er nog wat anders bij qua voeding? En ja, als het goed is, dan zet ze het menu gewoon in de computer. En dan kunnen wij de dag daarna, kunnen wij hier zien wat er gemaakt moet worden. Deze potjes die we hierboven hebben, dat wordt allemaal hierachter in het droogvoerhok. Komen ze uit het plafond de silo's, kunnen het potje onderhouden. En dan aan het hendeltje trekken en dan komt het voer eruit. Dus dat is ook allemaal heel licht. We hebben hier dan een pallet staan, dat is vandaag gekomen. En dat zetten we dan morgen met de shovel op zolder. En daar hebben we allemaal stellingen staan met zakken. En het is heel licht, je tilt het uit de stelling, je gooit het in de silo. En hier beneden kan je het vullen. Je hoeft niet met zakken heel veel te gaan tillen en alles. Aan de vleeskant, daar werken we echt met kuikens en muizen. Dat doen we echt gescheiden van ja, de vegetarische kant en de vleeskant. Als mens wil je natuurlijk ook, als je vegetariër bent, wil je ook niks qua vlees hebben. Dus dat houden wij hier ook echt helemaal gescheiden. Dan de eerste persoon die gaat dan met de voerkar begint die. De tweede persoon die begint hier. We hebben een paar soorten deeg en een paar andere bakken voer. Dat moet echt vers gemaakt worden. Dat gaat dan, doet één persoon die maakt het hier vers. En die zet het dan hier neer, dat het gelijk met de voerkar mee kan. Derde persoon die begint in het vishok. Gaan we vis scheppen. Kunnen we even kijken, maar we gaan eerst even in de koelcel kijken. Daar hebben wij onze voorraad staan van groente en fruit. We hebben hier allemaal staan. Dat wordt 1 keer per week aangeleverd. Wij doen gewoon elke week. Ja, want ik ga zo even kijken. Ja, dat is koud. Dit wordt gewoon 1 keer per week aangeleverd. Wij doen elke dinsdag onze bestelling en dan elke donderdag krijgen we het. Want ja, het is ook niet elke week hetzelfde. Zoals een mens, die wil ook niet elke dag hetzelfde eten. Dus een dier ook niet. Dus dat hebben we echt heel wisselend voor ze. En mooie insecten. Ja, ik zie het. Ja. Dus dat is echt heel wisselend. Dus dat willen wij ook. Heel veel variatie doen. De ene dag krijgen we slingerapen gekookte bieten. Maar de andere dag krijgen ze wortels gekookt. Want we koken echt voor de dieren ook. Omdat, ja, in de natuur,
is het natuurlijk niet gekookt. Maar dan hebben ze andere voedingsstoffen dan wat wij hier hebben. Dus een rode biet is bijvoorbeeld heel goed voor de slingerapen. Maar dat is te hard, dat kunnen ze niet opeten. Dus dan koken wij dat. Dan krijgen ze toch de goede voeding binnen. Maar dan is het lekker zacht dat ze het goed kunnen eten. Maar zoals voor de ijsberen maken we zelfs pannenkoeken. Dat bakken we ook wel. En gebakken eieren voor de ratten. Dat is allemaal leuk voor de dieren. Dus in de keuken is vandaag hebben wij het voer gemaakt voor morgen. Dit slaan we allemaal zo op de karretjes. We hebben gewoon allemaal stickertjes met namen naar welke afdeling het moet. Dus degene die de voerkar doet, die kan zo het karretje pakken, bij de voerkar neerzetten en alles erop zetten, weet precies naar welke afdeling het moet. En zoals dit. Dit gaat morgen naar de ijsberen toe. Krijgen brood, meloen. Dus ja. Hoeveel keer per dag krijgen ze te eten? Dat hangt van de verzorging af. Sommige dieren krijgen maar één keer per dag. Zoals de ijsberen, de leeuwen, savannedieren. Maar andere dieren krijgen ook weer twee keer per dag. Okay. Kijk, als de savannedieren binnenkomen, dan krijgen ze ook weer wat te eten. Dus dat hangt net van de verzorging af, hoe ze dat doen. Maar wij maken het gewoon allemaal zo klaar, ja, dat het zo neergezet kan worden. Maar een ijsbeer, ja, je krijgt ze 's morgens binnen, dus dan leg je het eten op het verblijf en je laat ze los. Dan ga je ze niet 's avonds nog een keer proberen binnen te krijgen. Dat doe je de volgende ochtend pas weer. Oh, ja. En tussendoor ga je ook niet het verblijf op om ze even wat eten te geven. Maar we rijden met de voerkar 4 verschillende rondes. En dan, ja, eigenlijk, wij beginnen dan 7 uur en zo tussen 8 en 9 hebben wij het voer overal heen gebracht. Dus dat de verzorgers kunnen gaan voeren. En dan kunnen wij nog even de ontdooicel in. Daar kan het voor sommige mensen wat stinken, want het is allemaal vis en vlees. Dus met gevoelige maag een beetje opletten. Dus ik dit doen. Krijgen we van de supermarkt producten die overdatum zijn of zo? Nee, nee. Zoals die broden? Het brood is wel van dezelfde dag, zeg maar, en dat vriezen wij dan in. Maar heel vroeger deden we dat wel, kregen we dingen wat bijna aan de datum was of al helemaal. Maar daar kunnen wij geen menu op aanpassen. Nee. Dan weet je nooit wat je krijgt. Ja. En je moet heel veel weggooien omdat er toch schimmel in zit. Dan denken winkels, het kan nog wel voor de dieren. Terwijl het dan zo slecht is al. Dus nee, daar zijn we toen mee gestopt. We zijn echt in gaan kopen. Dan kan je een passend menu maken. Ja. Want ja, we werken hier ook heel wisselend met personeel. En er is ook bijvoorbeeld iemand die weet niet dat een ijsbeer een meloen mag. Dus ja, dan zijn er bijvoorbeeld alleen maar meloen en dan denken ze, ja, aan wie mag ik dat voeren? Mm-hmm. Dus daarom hebben we echt dat we alles bestellen. Hier de ontdooicel zo even kijken. Ik heb hier ook nog een karretje met vlees. Dus dit vlees gaat morgen naar de ijsberen toe. Dat zijn kippen. En dan hebben we hier ook nog een krat. Dat gaat dan naar de leeuw toe. Die krijgen ook kip. Met allemaal kleine stukjes vlees. Dat is trainingsvlees. Dat, ja, als de leeuwen binnenkomen, krijgen ze een stukje vlees. En als ze buiten komen, krijgen ze een stukje vlees. Die worden echt heel goed getraind. En dit is het enigste vlees wat de leeuwen krijgen. Maar 3 kippen. Want in de natuur, daar vangen ze wat. En dan gaan ze uitbuiken. Dus dat willen wij ook proberen. Dus dit is nog voor de jonge welpen. Die krijgen dan nog stukjes vlees extra, zeg maar. Omdat ze nog wat jonger zijn, dus niet alles goed kunnen vangen. En dan het vlees wat achterin staat, dat krijgen ze dan 1 keer in de week. Dat is dan ongeveer 75 kilo. Krijgen ze in 1 keer. En nu is het dan rund met bot. Maar het kan ook paard zijn, het kan koe zijn. Echt met huid en haar. Dat is gewoon heel wisselend. Of heel veel ganzen in 1 keer. En dat leg je wel gewoon in het zicht? Of ja, ja, leg weer het zicht voor de bezoekers. Nou, ja, ze worden ook verstopt en ze hebben een nieuwe boom, een takel. Daar wordt bijvoorbeeld een gans aan gehangen, dat er een gans hangt. Dus dan moeten ze wel wat moeite doen. Ja, ja, ja. Dat hebben we echt met zo'n boom proberen te creëren, dat het wat moeilijker wordt. Ja. Eigenlijk samen met de dierverzorging, maar wij als keuken zijn de bepalen het eigenlijk. Hun kunnen zeggen, oh, vandaag is het leuk om dit eens te doen en volgende week dat. Maar ja, wij bestellen ook, dus ja, wij bepalen echt van, hey, kan het wel, kan het niet. En wij krijgen ook wel eens een e-mail van onze leverancier van, hey, ik heb op dit moment heel veel, we hebben juist een mail gekregen, heel veel bokjes. Van, kan je er wat mee of wil je het toch niet? Dus nee, eigenlijk bepalen wij dat wel. Wel ontdooien hier ook vis voor de zeeleeuwen. Dat staat helemaal achterin in de stelling.
we kunnen er even inlopen. De vriezers mogen wij zelf niet in. Hier kunnen wij wel even wat verder inkomen voor mensen die dat willen. Er kunnen ook mensen zijn die denken van nou, dit ruikt niet heel lekker. Ja, hier onderdoor bij het vis, nog 2 dagen van tevoren. De zeeleeuwen en de pinguïns, die bepalen zelf wat, nou de zeeleeuwen niet, maar de verzorgers die bepalen hoeveel vis ze krijgen. Wij krijgen elke dag een vislijstje toegestuurd, van zoveel kilo van dat soort, zoveel kilo van dat soort. En dan wegen wij hier 's morgens en dat gaat dan ook dezelfde dag met de voerkar mee. Zomer, als het heel warm is, geven we de dieren ook allemaal ijsjes. Ja. We willen toch ja, zoveel mogelijk bezigheid hebben voor de dieren. Ja. Mensen vervelen zich ook snel, maar dieren ook. Ja. Die hebben altijd hetzelfde verblijf, omdat het niet anders kan. Maar kan je heel leuk verrijking gaan proberen. Dus dat proberen we bij de dieren. Ja, we zitten er natuurlijk de hele dag binnen natuurlijk, anders komen we natuurlijk niet buiten. Nee, dus ja, daarom probeer je zoveel mogelijk voor die dieren. Dat is toch wat leuks hebben. En ja, als mens zijnde heb je je etenstijden, je eet en het is op. Ja. Maar een giraf kan makkelijk de hele dag door eten. Je kan daar de hele dag al mee bezig zijn. Ja, als het goed is, zit er geen apart. Als het goed is, staan alle hekken open. Want deze die hier staan, die kunnen ook aan deze kant komen. Ze kunnen als het goed is helemaal rondlopen. Kijk daar ook. Ja. Of dat hij daar wat lekkerder eten heeft, dat kan ook. En dat is ook hier de takken zie je hangen. En dat zijn de takken die ook de dieetkeuken weer haalt. Dat wordt hier allemaal opgehangen. En de giraffen krijgen dan ook van die diepvriestakken, dat ze ook blad krijgen. Want het zijn ja, bladeters. En normaal zijn hier wel de lichten van 's nachts. Dit gaat straks automatisch uit. Maar omdat de beweging is, is het aangegaan. Ja. Nee, we laten ze niet de hele dag in het licht staan. Nee. En dat is in de savanne ook zo, dat gaat allemaal automatisch uit straks. Want ja, je wil ook geen energie verspillen. Nee. Ze zijn er toch niet nodig. In Jingola gaat het ook uit? Of dimt dat heel erg? Er blijven wat noodlampjes langs het pad blijft aan. Oh, ja. Maar eigenlijk niet waar de dieren echt last van hebben. Nee. Maar als je van je been pakken inderdaad, dus dat trekken je aan. En hier een stuk slachtoffer. Van een olifant. We hebben hier een eerste kies van de olifant. En we hebben hier ook nog een grote kies. Dit zijn allemaal van de olifanten. Wat de verzorgers eigenlijk geraapt hebben. En dan hebben we hier nog, wil je eens voelen? Dit is een stukje olifanthaar. Olifanten hebben wat haren op hun lijf. En dat is dit. Heel sterk. Ja, haar. Hey avonturiers, Jim hier. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en een blauw duimpje te geven. Dit was Jim, over en uit.